Pieter Kouwberg, onverwacht mee in de strijd gegooid. Een belangrijke driepunter meegepakt. Is dat het teken dat iedereen er klaar voor is, zowel op als naast het veld? Ik denk dat iedereen het hele seizoen eigenlijk al altijd klaar staat. We trainen elke week heel hard. Ik doe zelf ook altijd elke week mijn uiterste best om klaar te zijn. En dan ja, als keeper, als tweede keeper moet je weten dat je klaar moet zijn en dat het ieder moment daar kan zijn, de kans. Dus ik ben blij dat we die drie punten nu naar huis kunnen nemen of kunnen thuis houden. Wel een moeizame start voor Geel. Ja, nu, ik denk dat we het in de eerste helft niet zo slecht deden. We hebben toch redelijk wat balbezit gehad. Ja, wat pech gehad met Jesse wel. Heel in het begin al zo uit zijn schouder uit te komen. Of ja, dat zal nu afwachten zijn. Hij is nu aan het ziekenhuis, geloof ik. Maar op zich hebben we het niet zo slecht gedaan. De tweede helft hebben hun iets meer laten komen. En dat hadden we misschien niet mogen doen. Maar op zich hebben we het al wel goed opgelost. Dus ik heb niet zo heel veel werk gehad. Dus, Na het penaltydoelpunt van Kasmi was het wel een kwartiertje pompen of verzuipen. Ja, nu, ik denk dat we dat goed hebben opgelost. En het duidelijke verschil met het begin van het seizoen is dat we sneller die bal gewoon een keer wegknallen naar voren. En dat heeft iedereen in de verdediging en het middenveld eigenlijk wel af en toe goed gedaan. Zeker zo die laatste minuten, dat de bal een keer in de hoek werd gedropt en zo, telkens als iemand aan de bal kwam. Dus op zich dat is al heel wat ervaring die erbij is gekomen op zo'n seizoentijd. En ik hoop dat we nu de stijgende lijn kunnen vasthouden naar volgende week toe. Dus, Ja, en zelf had je ook nog een belangrijk aandeel. Het laatste balcontact. Ja, ik was blij dat daar heel rustig recht op mij kopte. Dat is even een geruststelling. En dan leg ik me op mijn gemak neer natuurlijk. Want het was zo goed als gedaan. De scheidsrechter zei een paar minuten daarvoor dat het 3 minuten was. Dus ja, dan leg je neer. En, ik was blij dat hem afloot erna. Dus, voilà. Ja. En volgende week naar Serij. Opnieuw een Waalse ploeg. Ja, het zal weer stevig knokken zijn waarschijnlijk. Dus Serij heeft ook een heel sterke ploeg. Dus ja, we gaan ons best doen. Stijgende lijn vasthouden. We wensen je veel succes. Dankjewel.